Simpel, hè? Heel simpel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Het was geen verrassing, hè? Want ik begrijp dat jullie het zelf moeten aanvragen. Ja, je moet het zelf aanvragen. Je moet het zelf doen. Dus het is niet dat als je 100, het is vanaf 100 jaar. Dat wist ik dan wel. En dan kan je het aanvragen. En waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Nou, omdat het toch wel een bekroning is op je werk natuurlijk. Ik bedoel, ik dacht altijd dat het een instantie was. Is dan ook wel. Maar het is echt de koning zelf die dat toestemming daarvoor geeft. Als dus Willem-Alexander het niet gewild had, dan was dat niet gebeurd. Nee. Hij bepaalt. Ja. Zou Maxima ook nog wat te zeggen hebben dan? Nou, weet ik niet. Ik ga het eens vragen. Burgemeester Nobel, we hebben er weer een hofleverancier bij. Hoe mooi is dat? Nou, dat is heel bijzonder. Het gebeurt niet zo heel veel. Dat is voor mij als burgemeester de tweede keer. Dus één keer in Aalsmeer en nu in Den Helder. Dus ja, dat is heel leuk als je als ondernemer, als familiebedrijf zo lang bestaat, om zo'n predicaat te mogen hebben. Lekker glaasje champagne. En het is terecht, want feestelijke bijeenkomst. Ja, het is een hele erg feestelijke bijeenkomst. En ik vind het heel leuk dat we uitgenodigd zijn. Want dat lijkt me ook terecht, want u zei net, u bent hier al 49 jaar klant. Ja, ik kom uit Zwolle officieel. Ik woon nu 49 jaar in Den Helder. Dit jaar zijn wij 50 jaar getrouwd. En zo lang kom ik hier bij Laan elke zaterdag. Elke Juttersmarkt. En af en toe als tussendoor is, dan denk ik, jongens, even naar de stad rijden. Ik woon in de Schoten. Even naar de stad rijden en even naar IJsie. 125 jaar bestaat de zaak. Is er in die tijd nou iets veranderd aan het recept? Smaakt het ijs van 125 jaar nog hetzelfde als nu? Dat kan ik niet oordelen, want toen was ik er niet. Maar zover wij terug kunnen kijken, en dan praat je toch van de oorlog, zeg maar. Of, is daar niks in veranderd? Nee. Wanneer begint het echte ijsseizoen weer? Nu. Vandaag is er, morgen ben ik open. Oké. Ja. Dus altijd hoor. Dat is ook mensen die zeggen nog heel vaak van tot met paas of wat dan ook. Maar wij gaan altijd eind februari, begin maart open. En dat duurt het seizoen tot oktober. Hoeveel hofleveranciers heeft Den Helder eigenlijk? Weet je dat? Ik durf het niet te zeggen. Ik denk, ik hoorde dat er de afgelopen paar jaar, de afgelopen 7 jaar, ongeveer 3 of 4 zijn uitgereikt. Dus het is echt wel heel bijzonder. Het is een unicum. Ja, het is best wel uniek. Ja.